En kijk mij niet in de ogen, hè, als je sorry zegt. Rot op, B. Lig niet te fokken. Ik kijk wel in je ogen, maar als ik te diep in jouw ogen kijk, dan word ik scheel. En bovendien... Ja? Bovendien zie ik dingen die ik niet wil zien. Rottigheid, moord, amputatie, weet ik veel dingen die ik wil zien. Nee, maar ik begrijp dat wel. Want als jij diep in B's ogen kijkt, dan zie jij iets van B's ziel en dat wil jij niet. Precies. Ja, hou eens even. Je ziet die mensen die om je eigen verrot en inwoord reflecteert, man. Ja hoor, B. Altijd alles omdraaien, hè? Makkelijk, hè? Wie draait er hier altijd alles om? Bullshit, A. Jij? Nee. Even ophouden, douw! Niet doen, B! Wat doen? Wat doe ik? Doe ik iets? Een tegenstering, hé! Laat dat nou mensen! Kunnen we gewoon even relaxed bij elkaar zitten en genieten van elkaars gezelschap? Ik geniet niet van jouw gezelschap, hoor. Ik had liever dat jij er niet was. Beg your pardon? Moet je horen, hé. Jij bent best lief, maar je werkt me ook op mijn zenuwen. Werk ik jou op je zenuwen? Mij ook, hoor. Moet je even buiten, Bee? Meen je dat, Bee? Ja, ik weet ook niet wat het is. Maar het klinkt misschien lullig en zo, en ik wil je ook helemaal geen pijn doen, want eigenlijk ben ik best op je gesteld of zo. Op een bepaalde manier, weet je. Zoals je een zeikerig zusje toch kan mogen. Precies. Maar als ik een tijdje naar jou kijk, dan hoe jij in het leven staat, hey, dan word ik zo nerveus, want dan denk ik, zou ik ook zo worden? Ja, ik begrijp wat jij bedoelt. Kijk dicht, Bee! Hoe zou ik worden? We zijn even oud, Bee! In principe wel! Maar jij bent vroeg oud! Ja, weet je, even stof, jongens, op de vroeg oud. Wacht even! Vroeg oud? Wat dan vroeg oud? Laura! Nee, zeg dan! Geef niks hoor, E. Er zijn zat mensen als een zeikert begonnen die nou een vette baan hebben. Misschien moet je daar wel een zeikert voor zijn, om uiteindelijk... Ja hoor, daar hebben we A op weer hoor, spuitelf. Maar vinden jullie me allemaal een zeikert dan? Allemaal. Ik niet al, E. Echt niet? Een beetje maar. Gelukkig. Betekent het dan dat als ik ergens binnenkom, dat je dan denkt van... God, daar heb je die zeikert weer? Ja, in principe wel, ja. Nee, joh, maak je dan niet zo druk. Je maakt echt van de mug een olievak. Fuck!